Hey, Mandy. Lekker. Waarom? Ja, hoe is die? Hey, heb je Arie gezien? Nee, geen idee. Heb ik echt al een paar dagen niet gezien. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, wij komen voor een rondleiding. Ja. Ja. Dat klopt, die geef ik. Mijn naam is Bregje van der Laar. Welkom. U bent een groep... Paranormale. Wat zegt u? We houden ons bezig met het paranormale. Met het paranormale? Het spirituele. En oké, wat is uw specialiteit? Ik werk samen met engelen. U werkt samen met engelen? Ja. Ah. En ik werk met de tarot. En ben paragnost en werk met mijn gids. Met welke gids? Een boek of een... Nee, een gids, je begeleider. Oeh, diverse verzamelingen mensen. Waar komen jullie voor? Voor het nieuwe collectiegebouw. Dat is er nog niet. Dat moet nog gebouwd worden. Ik voel het wel al. Ja, ja, maar het is er nog niet. Ja. Ze zijn er al mee bezig al. Wie is er mee bezig? Boven. Oh. Want ze geven het door aan ons. Ze geven het door aan ons en daarom zijn we hier gekomen. Nou ja, zullen we er dan maar naartoe gaan? Naar de plek gaan, ja. Ja, naar de plek gaan en kijken wat er allemaal komt. Dat gaat u mij vertellen dan, begrijp ik. Ja, ja. Ja. Volgens mij, ja, zeggen jullie het maar. Daar zo, op dit. Hier. Nou, ik loop achter jullie aan. Die kant op. Ja. Ja, jullie moeten het zeggen hoor. Ja. Het gebouw in. Ja. Hoop nog even je deur. Actie, actie, hele harde actie. Wij zijn tegen, wij zijn tegen, tegen het depot. Hey, hallo. Heb je Arie gezien? Nee. Wat? Jij komt hier net binnenlopen? Ja, maar ik weet niet waar ik ben. Waar ben ik? Je bent bij het architectenbureau. Oh, leuk. Zoek je Arie ook hier? Ja, maar wat voor architectenbureau? Oh. Hoe heet het hier? Nou, dit is MVRDV. Wat staat het voor? Maas van Rijs de Vries. Hoe heet u? Ik ben Winy Maas. Oh. Dus ik heb de M van MVRDV. Je bent de eerste. Ah, nee, ik woon dat is alfabetisch. Oh. Wauw. Nee, dat had ik niet verwacht vooraf. Echt bijzonder. Wat zie je dan? Heel imposant. Ja. Heel groot. Ja. Het voelt heel goed. Je voelt je welkom. Ja.
Ja, ik vind het prachtig. Je waant je gelijk in een hele andere wereld. Ja. En nee, dat is Boijmans, zie ik. Ja, ja, prachtig. Ik werk daar. Ah, ik, Nu zie ik het pas. Nee, oké. Want wat is het? De kunst die in de kelders ligt van Boijmans. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Die, ja. Eén overstroompje en dan huppakee, ja. dan ben je miljarden kwijt. Van de gekken. Ja, dus dat moet gewoon op een andere plek. Dat is heel goed, want het maken van een betere kelder is hartstikke duur. Ja. En als je een nieuw gebouw daarvoor maakt, dan is het voor dezelfde prijs, zeg maar. Maar dan kun je het ook nog laten zien. Ja. Dus dat vind ik wel mooi, dat Boijmans met het idee kwam. We willen een gebouw maken waarin we die archieven eigenlijk, die collecties... Ja, want niemand kan in die kelder. Nee. Niemand ziet wat er in zijn heel veel procent van de hele collectie zit in de kelder. Ja, dus dan kun je dat dan tonen. En je zorgt er ook dat het gebouw, zo'n collecties, dat die goed en veilig bewaard worden tegen dieven, tegen brandwater. En aan de andere kant zorg je ervoor dat je daardoor ook dat meer kunt laten tonen. En dat is wat ik het mooi vind van dat collectiegebouw. Dus, zou je het een bijmuseum kunnen noemen? Hoe zou je het noemen? Nou, ik vind het idee van een soort bijmuseum vind ik wel een... je krijgt een gratis bijkeuken. Een museum erbij. Is dat, dat is wel een idee. En ik vind het ook wel goed dat hij dus ook niet ergens bij de Alexanderpolder of zo komt te staan. Wij zijn tegen het depot. Actie, actie. Hele harde actie. Ja, mensen, mag ik je eventjes iets vragen? Het is toch verschrikkelijk dat dit stuk bos gaan wijken voor het depot van de Boijmans Van Beuningen. Wel is dit bos? Welk bos? Dit bos. Dit is geen bos. Ja, dat hadden wij nog niet als bos ervaren. Nee. Ja, het zijn bomen. Ik vind het een bos paaltjes. Ja, dat maar valt het is, me op. Als ik het goed begrijp, vindt u het geen bos. Niet echt een bos. Nee, vindt het geen natuur. Als je gewoon naar het park kijkt, dan denk je, dat is, maar dit dus is van u mag het eigenlijk wel weg. Aan honden uitlaat. Nou, er mag wat anders komen. Niet weg, maar iets mooiers, zeg maar. Dat mag. Dus u vindt het een hondenuitlaat? Daar is het uitermate voor geschikt. Het is alleen de zakjes. En kijk, daar staat hij. Dit is een... Hoi. En dit wordt echt spiegel, hè? Ja, dat wordt spiegelend glas. Op een foto zegt hij een parkie. Alle bomen die we weghalen zetten we als het ware terug. En dan krijg je een soort grote bloempot als het ware. Ja. Deze rond. Ja. Want hij wil niet op deze lijken. Nee. Hij wil niet op de kunsthal lijken. Nee. Hij wil niet op Dijkzicht lijken of op het NAI. Nee. En de tweede, maar laat hij dan ook veel meer ruimte omheen. En ten derde, door dan te laten spiegelen alles. Ja. Dus dat betekent dat je jezelf kunt zien. Je kan hieronder staan. Ja, je ziet het plein ervoor. Ja. Maar het andere is ook, als je dan bijvoorbeeld van deze straat afkomt, dan kun je zo om de hoek kijken. Zoals een spionnetje. Precies, een super spionnetje. Dus vanaf die straat, huppakee, kan ik gewoon de kunsthal gaan zien al. Oké. Gaat het? Anders moeten we met je rolstoel. Toch leuk. Oh, geweldig. Dat is toch leuk. Heel gaaf. Gek. Nou, toevallig weet ik wat het is. Dit is een pispotje. Een pispot. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik een piskeur ruik, maar ja. Ik weet niet of je nog geurt hoor. Het is een onderdeel van die collectie die dus normaal niet toegankelijk is voor de mensen. En die straks wel toegankelijk wordt als dat gebouw er is. Dit is een pispot uit de 17e eeuw. En iedereen had toen een pispot, hè, omdat je nog geen wc's had. Nee, die potten werden of op straat gelegen, 's ochtends. Of men bewaarde de pis, omdat de ammoniak die erin zat, die kon men heel goed gebruiken bij de leerverwerking en de wolindustrie. Weet je wat me opvalt? Dat het opvalt. Ah. Hopelijk valt het op. Ja. En, ik denk zelf dat opvallen ook soms goed is in die tijd. Nou ja, kijk, deze moment zitten we natuurlijk in tijden van crisis. En iedereen denkt van, doe maar gewoon, dat is wel gek genoeg. En je wordt introverter en introverter. Ja. En aan de andere kant kunnen we niet toch af en toe eventjes naar buiten komen. En zeggen van, ik wil eigenlijk hier wat tonen. Want daarmee
laat je ook zien dat je weer dat je zin hebt in de toekomst. Ja, en dat je... het is een hoopvol gebouw, zou je ook kunnen zeggen. Ik denk het wel. Ik denk dat dit gebouw laat zien dat je en kunt verdichten, de plek wat levendiger maken. Ja. En je kunt toch de openheid van deze... Ja, van die verzameling tuinen, die we dan museumpark noemen, kun je eigenlijk nog eens uitvergroten. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Daar is het potje inderdaad, daar hangt het. Kan iedereen het zien? Ja. Het is een tafereeltje geschilderd door de Rotterdamse schilder Herman Zorg. Die schilderde vooral eigenlijk heel vaak gebruiksvoorwerpen of uitstallingen. Maar later in zijn leven ging hij van dit soort kleine tafereeltjes schilderen. Doordat deze schilder gebruiksvoorwerpen afbeelde, kan je heel goed zien wanneer het gemaakt is. Door bijvoorbeeld dat potje wat we net in het echt hebben gezien. Heel vaak vertellen schilderijen heel veel over wanneer iets gebruikt is of wat er... je zou dus dat potje kan je dateren aan de hand van wanneer dit schilderij gemaakt is. Omdat je ziet van, hey, toen gebruikten ze dat soort potten, dus het moet uit die tijd zijn gekomen. En jij bent het nu aan het restaureren. Dat is namelijk in het collectiegebouw kan je dat gaan zien, of zie je dat dus, dat er gerestaureerd wordt. En je kan zelfs, als je zelf iets... moois heb wat je wil laten restaureren, kan dat in het Boijmans in de toekomst. Actie! Tegen het depot! Tegen het depot! Oh, daar heb je weer een paar, hè? Heb ik weer. Engelsen. Het is toch terrible dat this... well, you could say rainbow of forest has to disappear. We have also little nature in Rotterdam. Nature. You don't think it's nature? No. Laten we hier kijken. Ik kan dat laten zien aan de... Ah, echt hoe het in elkaar zit. 3D, ja. Dus hier zie je de NAI, voormalig Unilever, Dijkzicht en Boijmans en daar de kunsthal, hier de parktuinen. Ja. En met verschillende tuinen. En hier is de nieuwe tuin, zoals we dat willen maken. Ja. En dan kunnen we gewoon een beetje gaan inkijken. Leuk. Ja, we kunnen... Alsof het er al staat. Ja, nee, daarmee kun je ook testen wat je ziet en hoe je langzamerhand naar het plein komt. Nee, geeft niet. Dan kun je daar... En als de zon schijnt, dan reflecteert dat wel. Ja. Wat is het zuiden? Binnen. Dus hij komt hier oosten, op, dus dan gaat hij zo en dan krijg je net een beetje zon ook hier in de villa. Mooi. Of hij is hoger boven en dan gaat hij hier. Hier kun je nog extra zonnen. Ja. Of 's avonds gaat hij nog net zo de straat. En dan zie je eigenlijk bij. Als je komt vanuit de Martinesse Laan, dan zie je ondergaande zon. Ze kunnen me wat. Ik zal ze krijgen. Ik ga in hongerstaking. En dan zullen we nog wel eens even zien wie er hier aan het langste eind trekt. Ik ga gewoon keihard in hongerstaking. Keiharde hongerstaking. Keiharde hongerstaking. Heb je nou het gevoel van als je zo bezig bent dat je echt in contact komt met de kunstenaar? Jazeker. Dat, door dit intensief kijken en denken over een schilderij, heb ik het gevoel dat ik kom dichterbij de kunstenaar. En dat soms zelf dat de kunstenaar aanwezig is op een bepaalde manier. Dus ook de manier hoe wij werken. Ja. Dus daardoor, door je goed in te leven in het schilderij, ben je zo geconcentreerd. Ja. En door je op te focussen op het kleurgebruik, et cetera, kun je eigenlijk ook voelen. Zoals hij het bedoeld heeft. Ja. Dus we hebben een raakvlak. Ja. Kan iemand even mijn sleuteltje? Arie? Je wist wel een beetje ergens van. Mensen!
Daar ben ik weer.